En dat, daarom lijkt het zeker als je de verte kijkt vanaf de tribune naar links, dat er stoffen. Het is het Venturi-effect. De prachtige vonken onder de kolonie vandaan. Zodra hij op het gas gaat, Mel Heems, kijk dan de raakton. De achterzijde van de auto de grond. En dan bottomt hij uit, zoals ze dat dan zeggen. En dan de vonken onder de auto vandaan. Ja, ze hebben daar speciale pumpstops voor. Om te zorgen dat het chassis niet beschadigd wordt. Ja, ik denk dat we voor volgend jaar magnesiumplaatjes. Starten zijn racecarrière. In 1994-95 van kant uit. Jarenlang in de Formule Ford gereden. Toen eigenlijk de overstap gemaakt naar de tourwagens. Maar al heel snel tot de conclusie gekomen dat hij. Het snelste wat je kunt vinden. En dat bleek de Formule 1 te zijn. En Marijn is inmiddels. En heeft het dan ook absoluut naar zijn zin. En ja, hier richting de chicane zul je zo zien dat hij in de eerste bocht heel veel energie erin zal leggen om die auto recht te krijgen. En wanneer hij op het gas gaat ook daadwerkelijk in de snelheid dat hij meeneemt. Heeft alle ruimte natuurlijk, Marijn. En dan nu zorgen dat hij naar zijn gas kan. Ontzettend mooi om te zien. De March, echt een heel erg goed geprepareerde auto. Van Eert probeert ook hetzelfde te doen als wat Gekanthout doet. Hè? En dan daar wat snelheid mee te nemen. Even gemodificeerd, je moet je voorstellen, ik kan natuurlijk niet helemaal in de setup rijden zoals er toen de tijd werd gereden. Er is een hoop aan gedaan, een hoop aan gebeurd om hem gebruiksvriendelijker te maken dan een echte Formule 1 in de zin van door het fabrieksteam zelf gerund.